Yo mensen, voordat de vlog begint wil ik even iets zeggen, want mijn normale camera, zoals jullie weten, misschien is soort van kapot toen ik naar de Efteling was geweest met Oscar. En die wordt die gebracht naar een reparatieding of zo. Dus vandaar dat ik nu even met de verloren action cam film. Ik weet niet of het geluid nu wel goed is, maar anders, ja, weet ik niet. Maar ik film, of ik ga even vloggen met de verloren action cam. Ja, dus laten we de vlog maar nu maar beginnen. Yo mensen, een tof jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Marijn en ik ga vandaag, of ik ga eerst even mijn haar doen en mijn bril opzetten die daar die in deze brillenkoker zit. Dan gaan we daarna naar opa en oma, de vader en moeder van mijn moeder. Ik ga zo even mijn haar doen, want het ziet er nu fucking shitty uit. En even mijn bril op doen, zodat ik beter kan zien. En ook even mijn, ja, hoe heet dat? Tas inpakken of zo, voor mijn kleren. En ja, voor de rest weet ik nog niet wat ik ga doen, maar in ieder geval ga ik mijn haar zo even doen. En dan zie ik je waarschijnlijk zo meteen weer. Tot zo. Yo mensen, ik ben nu in het bos, maar er is net iets soort van ergs gebeurd, want we waren dus uiteindelijk uit de auto gestapt en toen vond Ricky ook mee. Maar nu we het bos een beetje in waren gelopen, is ze opeens, of liep ze opeens niet meer mee. En ze is nu keihard achteraan aan het rennen. Oh, thuis. Helemaal in de verte. Holy shit, ondertussen ben ik Pokémon aan het spelen. Heb je geschrokken, Marijn? Nee, ja, een beetje. Ricky! Ricky! Dat hoort ze natuurlijk niet, maar ze is helemaal daar in de verte. Ik weet niet waar ze naartoe gaat. Fucking raar. Maar zo, oh, mama rent er gewoon achteraan. Jong. Lol. Maar ondertussen kan ik wel mijn kilometers hierdoor halen. Van mijn twee eieren die ik uit kan laten komen. Oh, dit is best wel zwaar nog met de camera. The fuck? Ze ging opeens een andere vrouw achter. Nou, what the fuck? Dat zou ik nooit doen. De camera even aan te wisselen. Ricky is een beetje in de war, denk ik. Nou, in ieder geval weer Ricky weer terug. Wee, Ricky. Nou, dus we hebben Ricky weer gevonden. Helemaal mooi. Oh. Dus ja, zoals dus met een. Oh, soort van met iemand anders mee, echt fucking raar. Dus ja, nu hebben we weer terug. Nee, we hadden echt helemaal niks in de gaten. Dat Ricky gewoon weg was. We hadden gewoon niks in de gaten, maar nu is hij er weer. Hey. Dus ja, nou ja, dus dat. En kijken hoeveel kilometer ik nog moet lopen. Maar nu, ja, een beetje veel. Dus je zult wel vanzelf zien wanneer mijn ei uitkomt. Dus wat ik zei is dat ik een Caterpie kan laten evolueren. Dus dat gaan we nu ook eventjes doen. Dat gaan we nu even laten evolueren. Even kijken, hij verandert in een, oh, oh ja, zo'n Kokon. Nou heet dat. Oh ja, hij is geregistreerd door de Pokédex, hartstikke mooi joh. Oh nee, Metapod, lol. Dan doe ik ook even power-up, is ook al chill. Oh, die is. Hij doet een beetje sloom.
power up. CP1. Oh, ik kan nog een keer power uppen. Hartstikke mooi. Error? Hoezo? Nou, er is een error of zo. Maar. Holde! Is de Pikachu in de buurt hier? Oh, die is niet bijzonder, daar heb ik er 5 van. Nee, maar voor mij wel, omdat ik nog nooit eentje heb gevangen. Er zit een Pikachu in de buurt. En mensen, B is bijna. Of ik ben bijna level 8. Dat is super chill. Even kijken of er mijn eieren zijn. Ja, nog steeds 1,6 en 7,4. Lucy! En voor de 1,6 moet ik nog 1 kilometer lopen. En die andere. Nog 3 of zo. Los! 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 Pikachu nog steeds. En Pidgey en zo'n. Dinges. Worm iets. Dus. Ik hou je wel nog op de hoogte. Als mijn eieren. Uitkomen. Nou, waarschijnlijk hebben jullie niet gezien van dat evolueren gebeuren en zo. Omdat het misschien recorder een beetje fokt op deed. En ja, die Pikachu is nu ook al lang weg. En ho. Oh. En die eieren. 2,0. Oh lol. Nu ga ik even wel iets proberen met de screen recorder. Kijken of het nu wel lukt. Ik hoop dat de screen recorder nu wel wil meewerken. En wat ik zag is... Je moet een film met een hond achter zijn bal halen. Oh, moet ik wel een film van Ceder. Lucy. Ze rennen daarheen, maar de bal ligt daar. Dat is echt fucking raar. Maar... Zoekbal. Ik zie dat mijn ei 2... Zoekbal. Ja, Moet dan nog een paar kilometer lopen voor mijn 2 kilometer ei of zo. Dat is best wel fucked up. Of zo, I don't know. Maar ik hoop dat dit eigenlijk toch zegt van oh, your egg, you know. Dus je moet even geduld hebben en er is helemaal niks in de buurt. Dat is wel fucked up ook. En voor mij zijn we al hier is de Daro. Wee. Alleen moet ik even wachten tot mijn ei. Want het had wel 2,0, maar hij zegt nog geen van. Hij zegt nog niet van oh, je egg bij de bla. Dus ja. Ik moet even wachten tot hij dat zegt. Want ik kan kijken wat er in die 2 kilometer ei zit. Je moet nog heel even een keer op die gasten. Oh, ja, hij zegt iets. Oh. Wat wordt het? Loopt het nou serieus vast? Ja mensen, ik heb nu zo'n incense ding aan. Zo dat roze dingetje, zeg maar, wat je me heen ziet voor zoveel minuten, 29. Dus dan in de hoop dat ik dan betere Pokémon's krijg. Meer. Of ja, meer eigenlijk. Want anders ben ik aan het lopen voor alleen maar eieren. En het is ook wel leuker om gewoon Pokémon's te vangen. In plaats van om alleen eieren om wat zeg maar te lopen of zo. Dus ik hoop dat er wat meer Pokémon's komen. Door die incense ding. Dus ja. En we zijn weer bij de auto's, juist. Kijk, hier heb je weer gelijk met die koosje mee, ding. Ja. Dat is ook als je thuis komt, dan kan je pink en pink. Kun je snijden wat voor een boom? Deze hier voor je neus. Bijna goed. Ja. Het is juist een beuk. En dat zie je onze blaadjes niet verergerd. Hoe kan je zo'n incens uitzetten? Kijk hoor. Eik? Kom. Voor mij kan je dat nog niet eens uitzetten.
Fucking hell. Kijk hoe je dat kan doen dan. Ja, maar ik wil hem uitzetten. Maar hoe? Hoe zet ik zo'n ding uit? I don't know. Hey. Een Eevee. Helemaal mooi, een Eevee. Hartstikke mooi. Huh. Oh. Slechtste worp even, maar ik heb mijn screen recorder doet kut, dus dan moet even zo. Hup. En gevangen, hartstikke mooi. Hup. En doen we gelijk even power up. Naar 60, hartstikke mooi. Kunnen we nog een keer doen. Dan zegt die arrow wat heel fucked up is. En ik had ook nog een drowsy gevangen voor de mensen die het afvragen. Van 191, hartstikke mooi. Die kwam ook door die incident ding. Dus die fucking incense kan ik niet uitzetten. Kamer, zo mijn eigen kamer, maar in Dordrecht zeg maar
En ik had nog ondertussen Pokémon opgenomen. En ik had ondertussen ook nog een Magnemite gevangen. En ja, voor de rest niet heel veel bijzonders. Ja, we zijn dus ook in het bos geweest en hebben lekkere dingen gegeten. En ja, voor de rest niet heel veel bijzonders. Dus ik ga even mijn laptop en dan ga ik zo meteen weer terug naar Breda. En ja, voor de rest weet ik het gewoon nog niet. Dus ja, tot zo denk ik. Yo mensen, ik ben weer op mijn eigen kamer. Ik denk van, hè, eigen kamer, dat was je net toch ook al. Ja, maar nu in Breda, zoals je misschien wel weet. Dus, ja. Ik heb echt voor eerst helemaal niks bijzonders gedaan. Alleen gegeten, een tosti en nog een taart en zo. Maar dat boeit geen fuck. Dus, ik hoop jullie deze vlog een beetje leuk hebben gevonden, denk ik. Dus vergeet dan niet te abonneren. Een reactie achter te laten, te delen met je vrienden. En een mooie blauwe duimpje te geven, zou ik super fijn vinden. En ik heb nu al de 72 abonnees. En even nog even een extraatje, zeg maar. De mensen die hun kanaal verborgen houden, zet het alsjeblieft even op openbaar. Want dan zie ik tenminste wie mijn abonnees zijn. Anders tel ik er 25 en dan heb ik er... Ik heb nu 72 abonnees, maar dan tel ik post 25 en ik... Ik zou het wel fijn vinden als jullie even je kanaal even openbaar zouden zetten. Dus check het even na. En ja, dat zou ik super fijn vinden. En ja, dan zie ik jullie weer volgende keer bij weer een nieuwe video. Later. Of ciao. En oh ja, laat ook even weten of ik meer Q&A video's moet maken. Of andere soort video's. Of... Ja, wat voor video's zou je leuk vinden op mijn YouTube kanaal, laat het ook even weten in de reacties. En laat ook even weten of ik meer Q&A video's moet doen, want in principe vind ik het ook wel leuk om te doen. Dus laat nog even wat video ideeën achter en misschien komen die wel op mijn YouTube kanaal. Later. Later.